Nou, ik sta in Briel bij een gewonde zwaan. En Ed met de dierenambulance. Die zijn nu zijn boot aan het oppompen. En de brandweer die heeft verder ook nog een assistentie gevraagd. En die gaan dan uiteindelijk, hopelijk kan ik de zwaan, gaan ze redden. Het is een gewonde zwaan, meneer. Oh. Een hele lelijke wond op zijn hoofd. Oh ja, grote zwaan. Een jongen. Ja. De locatie is De Deel in Brielen. En brandweer die heeft al een paar pogingen gewaagd om het beestje te redden. En je kan ook duidelijk zien dat hij verstoten is door de family. Maar nu is het even, heeft een plan de campagne gemaakt. En daar ergens in de verte, een beetje inzoomen, daar zwemt de gewonde zwaan met familie. Nou, in afwachting op een verdere redding actie. Tot later. Nou, de brandweer die is bezig om hem, de zwaan toch een beetje weer naar een andere locatie te lokken. In de hoop dat hij dan weer richting de brug gaat. Daar gaat hij. Nou, hij gaat wel heel hard daar een keer. Jan, hij zit een klein metertje of 5 richting de brug van jou gezien in de kant. Nou, om deze zwaan gaat het dan uiteindelijk. Nou, het is een kwestie van geduld hebben. Dat heeft de brandweer altijd wel. Maar dat hij gevangen gaat worden, dat is een ding wat zeker is. We moeten van de brug af. Nou, ik loop inmiddels weer naar de mannen van Dierenlot en Edwin. Ed, hij zit vlak bij de brug. Vlak bij de brug. Kom op, eens even kijken. Gaat hij weer vandoor? Zo, ik zal even hier blijven staan om niet de zwaan te verstoren. De brandweer is met een touw bezig aan twee kanten, links en rechts, om hem dus naar een punt toe te vangen in de hoop. Hij staat een beetje verdwaasd te zwemmen nou, van wat gaat hier nou gebeuren. Edwin die staat samen met een collega van de dierenambulance standby om hem eventueel te gaan vangen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, dan hoeft de verder geen actie meer te ondernemen. Daar komen de mannen van het reddingsteam. Nou, dat is helemaal mooi. Goedemorgen mannen. Dat gaat hem worden, hè? Ja, kom. Hier houden wij het beter. Ja. Twee kanten hierin. Als ik daar hier ga, dan ben ik een beetje lijn. Sven,
Hoor ze. Even overleg. Fotograferen en filmen. Nou, het reddingsteam gaat het water in. Nu. Dan gaan jullie ook gaan doordriet. Ja? Ja, wacht even tot lijntje van de jongens. Oh jongens, daar gaat hij. Nee, dat is hier vanuit. Ja, je zet hem even aan, dan kun je van twee kanten aanzwemmen. Okay. Hoi. Hoi Mars. Wil je twee lijnen bij je zetten? Die andere zat. Ja. Jongens, hij gaat weg. Nou, de zwaan is er wederom weer vandoor, helaas. Alle pogingen worden toch nog gedaan om dat beest te redden. Hij heeft een hele lelijke mond op zijn hoofd. Nou, de poging om de zwaan te vangen is een heel aantal keren gedaan en gepoogd. Helaas, de zwaan laat zich niet zomaar makkelijk vangen. Dus de brandweer die gaat daarmee stoppen. Maar ik heb hem in de gaten gehouden. En voor de rest... Ja. Kijk weer een zweepslag van een brandweerman. Maar in ieder geval... De brandweer die heeft alle inzet gepleegd samen met de dierenambulance. Alleen de zwaan laat zich dus niet zo makkelijk vangen wat ik al zei. Dus de mannen gaan denk ik inpakken. Oh, de bevelvoerder ter plaatse die weet het even niet en we wachten nog even wat er gaat gebeuren. Voor mij is er vandoor, Wil. Ja, dat denk ik ook, want ik zie het alleen nog maar een stip in de wet. Ik kon nog even kijken een of een andere locatie. Ze geven het niet zomaar op, hè. En Edwin die is van de zwanengroep is een motor halen. Kijk, daar ligt zijn boot. En die zal dan waarschijnlijk toch nog even het water ingaan. Nou, tot zover even een poging het redden van de zwaan. Nou, in een soort van natuurgebied. En ik hoor daar een beetje
De schreeuwen, de kreten dat ze hem weer gevonden hebben. Ja, die man is zo enthousiast over mij. Daar gaat hij, hoor. Er is echt helemaal niks te doen voor jou dan. Oké, nou. Nou, hij is in ieder geval nu weggevlogen. Oh, daar gaat hij. Het is het riek. Ja, maar wij kunnen niet aan de overkant met dat touw doen. Ja, ja, dat waren ze nog weer omlopen. Ja, je moet weer omlopen. Je kijkt op het beste, dus ik kan zo mogelijk naar die kant gaan. Dan kunnen wij met die lijn kunnen hem eventueel. Kan je hem terugtrekken? Ja, nou ja, niet alleen, maar dan kunnen we hem ook aan die kant houden. Ja, van de lijn. Dus dan kan jij zeg maar, als jij dan een rondje zwemt, dan kunnen we met die lijn en al kunnen we hem hier naartoe krijgen. Ja, godsamme. Nou, dit is ongeveer de vijfde poging van de brandweer en hij laat zich niet makkelijk vangen. En het is logisch dat de brandweer nu gaat zeggen van, we geven hem op. Nou, de brandweer doet nog steeds een soort vol.
Nou, ondanks alle pogingen van de brandweer, die uiteraard dat gedaan hebben, heeft Edwin, die heeft samen met de collega van de Dieren VU, zeg ik dat goed? Dieren for you. Dieren for you, hebben ze hem gepakt. Ja, ik ga toch heel even wat dichterbij, mannen. Edwin, hoe... wie wil het zeggen? Even snel, want ik snap dat het best... De man van de Dieren for you, die is mijn boot gaan pakken en het water overgegaan. Deze kant op gedreven, zeg maar. Hij is inmiddels zo zwak dat hij onder de brug doorkwam en dat ik hem kon haken. En hem vast kon houden, zeg maar, zodat de boot erbij kon komen en hem ook kon pakken. Super. Hoe ernstig is hij gewond? Kijk. Mag ik even een close-up? Ach, jeetje. Gescalpeerd. Ja. Ach. De reportage ook niet te lang maken. Want nee, ga er maar gauw in pakken, jongens. We moeten heel snel bedankt. Ja. Het beestje heeft echt een snelle verzorging nodig. Zo, nou in ieder geval bedankt. En mannen, voor jullie en natuurlijk toppie en hele goede actie. Goede samenwerking. Goede samenwerking met de brandweer en jullie. Absoluut. En jullie hebben het er niet bij laten zitten. Geweldig. Brandweer Brielen, ook hartstikke bedankt nog. Oké, brandweer Brielen, bedankt. Jongens, dat was hem. Bedankt. Hoi. Yes. Staat hij uiteindelijk bij de mevrouw die het allemaal op gang heeft gebracht. En we zullen even ruimte maken. Mevrouw, u was aan het wandelen? Ik was de hond aan het uitlaten. En ineens zie ik een koppie door het riet heen steken. En toen dacht ik van, kijk, dus het is zwaar. Maar hij zat zo zielig in het riet, dat de hond aan de boot was gemaakt. Ik denk, ga even kijken. Dus ik dat schop open was. Toen had ik die ambulance gebeld. En dat was gisteravond, hè? Gisteravond. Die zijn gelijk gekomen, maar het was pikdonker. En er zit geen verlichting. Dus we moesten wachten op het lichtwerk. Dus in het lichtwerk ben ik gelijk weer ingeruimd om te kijken of hij erop zat. Ja. En hij zat er nog. Dus toen zijn ze gelijk gekomen. En dat was echt wat het vroeg. En Nou, we hebben de actie van de brandweer en van de mannen meegemaakt. En voor u bent het top dat u al de moeite hebt willen doen om, om dat beest toch, wat nu is gevangen. Ja, super. Nou, dank u wel, mevrouw. Ja, mag ik uw naam vragen? Danielle. Danielle, dankjewel en je bent ook een topper. Ja, jullie ook. Oké.